Yo mensen van Dutch Gaming, leuk dat jullie weer kijken naar een gezellige Space Engineers. We zitten alweer op dag 29. De teringen gaan we snel. Echt hè? We gaan straks snel bakken. Altijd toch? Weet je, bij mij is altijd alles snel, want ik ben gewoon kapot snel op een goede dag. En ik zit in de klap met mijn draad. Nu niet meer. Nou mensen, we trappen meteen gelijk de deur in. We gaan even wat dingen regelen voor de bakker. En voor mijzelf natuurlijk, want we hebben wat meer productie nodig voor luchtflessen. Maar vooral voor mij. Want, weet je, ik speel het spel al best wel lang, maar ik heb geen idee wat alles is. Nee. Ik weet dat helemaal niks. Ik maak er ook gelijk even 4. Nee, ik heb het 3 laten uitrollen, dus. Oh. Het zal allemaal wel, ik heb geen idee wat je me bedoelt. Nou, ik heb even een paar luchttanken laten maken. Ja, dat snap ik nog net wel. Alleen hoe je dingen maakt, dat weet ik niet. Via de assembler. What the fuck is een assembler? Dat ding wat dingen voor je maakt. Okay. Ah, mag ik er een? Ja, als ik zo klaar ben. Dat schiet ding op nog, dan. Dat ding moet nog gevuld worden. Ja, schiet nou eens op. En we hebben geen ijs. Ja, toch ga je ijs kopen in de supermarkt. Voor mij heb ik nog een stokpijl. Ik heb een stokpijl gemaakt, dus. Wat is trouwens die DSA Express of zoiets? Ik had spullen besteld. Mag die naar binnen vliegen, alsjeblieft? Please, 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 please. Op het space web, dus. Mag ik naar binnen vliegen? Please, 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 please. Ja, die mag zo binnen halen. Ja! Nou, het vliegt vanzelf. Het zou vanzelf hiermee moeten vliegen. Maar kom even binnen. We gaan even met veel verkeerde deur, maar oké. Want ik wil je nog wat andere dingen laten zien. Wat is dit? Nou, oorspronkelijk kan je nu ook met J de helmen verwijderen, maar aangezien onze skins daar niet voor gemaakt zijn, kunnen we dat helaas nog niet. Een kutspel. Ja. Treedt hij verder? Ik ben al verder. Okay. Mol dingetje, hallo! Ja. Nou, ik heb dus hier, ben ik buiten de camera dus eigenlijk wat dingen gaan knutselen. Ik heb hier dus een, dus eigenlijk voordat we deze deur kunnen openen, dus laten we zeggen die grote deur, hebben ze dus een veiligheidsprotocol. Dus als we hier naartoe lopen, heb je een hele leuke knop. Nou, druk op de eerste knop. Op dat eerste blokje. Dan gaat er achter jou een blokje knipperen. Die gaat alle deuren voor ons sluiten. Dus die grote deur waar we door binnen zijn gekomen, gaat tussen 10 seconden dicht. Nu dus. Het spookje. Dus, dan gaat deze knipperen voor 10 seconden lang. En dan wordt deze hele kamer dus eigenlijk zonder lucht te zitten. Als het goed is. Ja, en dat gebeurt dus nu. Maar. Eng. Dus deze hele kamer die op druk zat, wordt nu in één keer leeggetrokken. En ik hoop dat ik de bovendeur ook dicht had gedaan. Laat ik even kijken of ik stiekem die boven. Nou, eigenlijk worden alle deuren automatisch hier dicht boven dicht gedaan, gelukkig. Dus eigenlijk is het niet zo heel belangrijk. Maar dat geldt ook voor die andere kamer. Dus maar wanneer we nu? Wanneer we dus eigenlijk geen luchtdruk meer hebben, dus eigenlijk geen oxygen. Oxygen. Kan je dus eigenlijk veilig deze deur gewoon openen. Oké. Okay. Maar, er zit er maar aan. Ik blijf bij de maar. Oh hemel. Ik zet nu alles weer even terug. Dat alles weer klopt. Dus nu zet ik alles weer even druk. Moet even wachten voordat je ook weer de deur open kan doen. Maar dit is een heel mooi proces. Want eigenlijk alle lucht die hier ingezogen wordt, halen we er ook meteen automatisch weer uit. Dus dat zorgt eigenlijk dat deze tank altijd leeg is. Oké. Okay. Maar nu komt er weer lucht bij, zeg maar. Ja, het staat alweer op druk. Maar het leuke is nog van alles, laten we zeggen van, jij bent buiten deze deur. Ja, nu dus. Dan heb je deze hele leuke displays met een, die eigenlijk zeggen van dat je er gewoon niet in mag. Dat is wel vet. Dat heb ik helemaal speciaal laten doen, dus geldt ook voor die andere deur. Jij hebt ook veel vrije tijd, hè? Ja, ik heb ook voor deze deur, dus mocht je van deze kant komen, laat het ook meteen zien van, tot het gevaarlijk is. Oké, vet. Met dus ook hierboven, boven bij de Medibase, ja, heb ik het gedaan. Ja, ik snap het. En voor mij heb ik het bij de rest van de kamers niet gedaan. Gewoon. Oh, vet, maar mag ik nou dat ding naar binnen vliegen? Please, please, please. Ja! Open jij die mooie grote deur zo? Ik ga mijn best doen. Even de displays uitzetten. This is my heart. Maar je doet het wel op afstand. Op wat afstand? Oh, dat ding naar binnen vliegen. Oh ja, deze deur kan nog niet open. Hier heb ik nog geen tijd voor gehad. Welke? Okay. Voor deze deur, deze kamer. Dus we moeten nog even via de ouderwetse manier. Gaat u voor.
Yo. En als jij die dan ook weer netjes dicht doet. Yo. Ik kan er gewoon in zitten of niet? Nee. Je moet dan vanuit de... Ja, dan moet je eigenlijk weer naar binnen toe. Want die deur had ik nog niet goed gedaan. Moet je terugkomen? Yep. Ben ik al. Oké. Okay. En dan? Ja, gewoon helemaal terug naar hier naar binnen toe waar ik ben. Oh, yo. OMW. Ja, ik heb de kamer nog niet goed geregeld. Die deur, dat hoofdstuk heb ik nog niet goed gedaan. Dat maakt niet uit. Kan niet altijd 6 gooien. Hoi. Nee. Maar we moeten even via de sluiproute. Maar hoe kan ik nou dat... Oh, via... Oh, ik snap het maar. Via die controlepost, zeg maar. Yep. Mm. Dit scheelt een heleboel deuren. Laat ik het zo zeggen. En dan moet ik hier eerst achter zitten of zo? Yep, achter de controlepanel. To enter the cockpit. Ja, enter the cockpit. Ik zal de lampjes even aanzetten op het vliegdek. En dan zou je, als het goed is, naar dat rare accessible ships gaan. En dan zou je, als het goed is, een van die schepen moeten toe kunnen vinden. Ja, en dan show. Ja, er staat er al gewoon eigenlijk onder het pijltje al small ship 7589. Onder welk pijltje? Ja, de pijltje linksboven. Linksboven? Ja, linksboven. Mag ik eerst op K drukken natuurlijk? Nee, gewoon... Ja, K. En dan? Oh, station. Small ship. Ja. En dan klik je daarop en dan klik je op remote control. Druk je op remote control en dan zou je nog... Waar staat de remote control? Onder de... R. Het zou zo kunnen zijn dat ik ermee bezig was. Ja, klopt. En dan control. Dan op control. En dan moet je nog even naar view camera doen. Dus en hoe ga je naar view camera? Weer 4K, maar dan gewoon op view. Maar dan zit je, als het goed is, zit de camera er recht voor. En je zou hem, als het goed is, gewoon meteen kunnen bevliegen. Kunnen bevliegen, is dat een woord? Kunnen bevliegen, ja. Soort van, weet niet. Ja. Maar als je op view klikt, komt er niks, kan je niks vinden hoor. Nee, gewoon op camera. Je moet via op remote. Camera. Ja, en dan op camera. En dan oh view. Ja, heb ik ook. Oké. Okay. En dan zou ik, als het goed is, mogen we gewoon naar voren toe kunnen gaan. Ja. Mm. Ik zit er ook in. Ik zit ook mee te kijken via de camera. Ik ook. Vlieg jij of ik? Jij hebt de remote control, dus jij bestuurt hem. Oh, dat is waar. Ik heb hem getest. Het is niet een mooi model. Maar ik zal er even mensen vertellen van wat ik precies heb gedaan. Dus ik ben via de control panel eigenlijk gewoon naar www.spaceexpress gegaan. En daar heb spaceball.com eigenlijk. En daar heb ik een onderdeel besteld die wij gaan gebruiken voor onze nieuwe schepen te kunnen gaan maken. Oh! Ja, er zit in deze mooie cargo zit een heel mooi gereedschap-toeltje waarmee wij de schepen die wij hebben gemaakt in andere afleveringen, kunnen wij dus eigenlijk zeggen van wij willen ze weer opnieuw laten maken. Maar dan hoeven wij niet de hele tijd dus te zeggen van we moeten landing gear neerzetten, alle blokken erop zetten. Nee, dat hoeft hierbij niet. Je zet hem eigenlijk, dat blokje neer, het maakt een projectie ervan van... Ja, van je schip. En dan kan je hem eigenlijk met de onderdelen gewoon eigenlijk... in je inventory kan je hem eigenlijk gewoon meteen welden, alle blokken. Klinkt best wel vet. Ja, het is heel mooi. Maar het enige nadeel is wel... Je moet het wel in specifieke orde doen. Dus eerst laten we eerst zeggen van de bodem. Want anders als je er meteen aan de bovenkant begint, dan komt het niet meer goed. Ga jij even op het dek staan, dat ik wel goed vlieg, want ik... Ja, gewoon op die 1 afgaan. Ja, ik ben er al bijna nou. Ik zal wel even kijken uit het raampje. Of ik jou kan zien. Ik zie wel wat aankomen. Wel. Ik ben er al wel bijna. Het is nog... De deur is dicht. Ja, die deur gaat ook niet open. Remmen. Ik kan niet remmen. Het heeft geen rem. Het heeft wel een rem. Druk op C. Of Z. C. Z. Alles. Oh, juist. En je lampen staan nog aan. Ja, dat maakt niet uit. Want we horen bij de show. Ja. Echt, hè? Ik voel me bijna nog niks geraakt. Ja, ze hebben neer. Oh, man. Hoe ver kan je zakken? Gewoon zakken. Ja, zakken. Ja, en je bent geland. Nou, niet meer.
En hoe kom ik hier weg? T. I. T mag ook. En wat ik nou alleen... uiteindelijk geparkeerd? Ja. Nou gaan we het hele stuk weer terug. Oh, ik ga even bij u. Ik ben te dik, jongen, dat zie je toch? Ik ben te dik. Je bent te vaak bij de McDonald's geweest. Ja. Echt, hè? Wat heb ik hier nou uiteindelijk geparkeerd? Kan deze weer open? Wil je dat? Ja, deze kan open. Mijn held is leeg. Ik doe deze deur dicht. Je wilt er niet weten wat je hebt geparkeerd. Een busje. What the fuck? Ja, ik probeerde, zo, ja. Ik probeerde de TNT op te schrijven, maar het is niet gelukt. Sorry, ik ben niet zo creatief. Ik vind het wel echt heel origineel. Het is een busje. Het is gewoon blij dat ik een busje heb. Oxygen low, wat houdt het in? Dat je laag op de lucht zit. Ik ben alleen de deur maar... eigenlijk vergeten te maken, maar oké. Ik heb me gewoon helemaal hier naartoe gebracht. Ja. Hoe kan je oxygen bijvullen bij de medibay, toch gewoon? Nee, dat hebben ze eruit gehaald. Wat een kutspel. Ja, echt hè? En nou moet ik door de heavy metal. Het is helemaal in een speciale kist. Ik heb het helemaal in de extra moeten betalen voor een speciale kist hiervoor. Het is toch ook niet te geloven eigenlijk, hè? Nee, van je hebt nog wel eens van die maloten die niet kunnen vliegen. Ja, maar ik kan het wel gelukkig, dus het scheelt. Ja, dat vind ik nog best wel knap, want ik had het juist expres gedaan voor een extra zware kist, zodat het garandeerd heel aankwam. Ja. Oké, dat is hem. Nou, ik laat het busje mag blijven, dat mag... Ik ben bijna dood! Het busje vliegt. Nou, laat me lekker vliegen. Ik ben aan het sterven. Op een of andere manier heb ik nog maar 18% over. Oh. Ik heb nog maar 17% oxygen. Lucht! Hoe kan ik nou lucht bijvullen? Of je doet je helm af, maar waarom? Even kijken. Generator. Auto refill. Klult dat ik ook ben. Wij hebben denk ik momenteel een luchtig probleem. Nou, zo luchtig vind ik het niet hoor. Ik vind het meer minder luchtig. En het busje zweeft, maar het hoort erbij. Ik ga hem helemaal doen en ik ga zo meteen echt toe. Ja, kom terug naar binnen toe. Je had die ene deur niet dicht gedaan, idioot. Oh, kak. Oh. Pistouchka. Oh. Af en toe, hè? Yep, ik heb lucht. Ik heb lucht. Ik moet mijn helm nog even afdoen. Kom naar mij toe. Waar ben jij? In de buurt. Dat is de verkeerde deur! What the fuck? Wat? Ging je lucht en ik naar beneden? Nee. Oh, zodra dan ik het niet. Zodra ik die bottles, laat ik zeggen, zo bij mijn inventory heb zitten, dan lopen ze in één keer weer leeg. Ik moet naar de medibay. Ik ben er bij de medibay. Ja, en dit is dus ook iets wat we waarvoor een boorschip nodig hebben. Want ik heb in mijn... Ik heb ook een beetje rondlopen zoeken, zodat ik waar ik weet waar we ijs hier hebben liggen. En we hebben hier zelfs ook weinig lucht. Waarom is je maar... Doe je helm op! Hij komt omdat hij met de deur open heeft laten staan. Wie? Ik! Maar ik weet van niks. Dit moet... Daarvoor hebben we luchtregels nodig. Luchtig? Ja, luchtige regels. Wees blij dat ik sommige van die tanken... op stockpile heb gezet. Dat. Maar ook die is maar... 6,3%, dat heet niet echt heel veel. Ja, je kan weer je helm afnemen. Oh, ja, nu gaat het wel zonder dat ik dood ga. Yep. Alleen... Ja, ik blijf in een iets lelijkere skin nu momenteel zitten, want... gewoon voor de TV. Ja, klopt, deze is lelijk. Oh. Heeft ze nou wel een deur open laten staan? Oh. Nee, die deur deed ik net open. Ik doe hem maar weer dicht. Ja. Oh, moet ik alles voordoen, hè.
Ik kom met het systeem. Jij niet. ik weet helemaal niks van het spel. Nee, dat is te werken. Ik weet niet hoe je een schip moet maken. Ja, ik ben dus nu druk bezig om mijn luchttank weer aan te vullen. Was het ook voor mij aan het doen? Ja. Wil je nog wat lucht? Ja. Moet je even naar mij toe komen. Luchtig. Ja. Hey, wat is het verschil tussen een blondje en een frikandel? Nee, geen idee. Als je hier naar beneden gaat, dan... Een frikandel bevat tenminste wel wijsje. Als je hier op K drukt, dan zie je twee oxygen bottles zitten, dan... Ik neem er één. Nee, je mag er twee. Ik heb er ook twee. Dan neem ik er twee. Oké. Okay. Nou, gelukkig ben ik zelf niet blond, dat scheelt. Nou, je bent wel blond. Ik heb bijna wit haar. Ja, maar is het nu dicht? Nee, die mag ook blijven. Gaan nou wel dicht. Heppakee. Die heb ik open. Dicht, open, dicht, open, dicht, open, dicht, open. Deze heb ik nodig. Oké, dicht. Ik vind dicht leuker. Ik heb constructiecomponenten nodig. Die deur is dicht. Ja. Alleen het enige jammer is wel... Oh. Eigenlijk kan ik gewoon even die tank gewoon ergens anders achterlaten. Ik heb ze toch even momenteel niet nodig. Ik heb constructiecomponenten nodig. Dan neem je die. Oh nee, moeder, ik hoor de revue. En, oh ja, ik heb ook nog wat anders te vertellen, want ik heb hier ook onze andere schepen nog naar binnen gehaald, dus ik kan zien... Ja, je hebt ook echt zo, je bent echt druk bezig geweest in mijn afwezigheid. Ja, weet je wel hoe moeilijk het is om deze schepen naar binnen te krijgen zonder dat alle lucht wegvliegt? Tijdens mijn afwezigheid ben je echt goed bezig geweest. Ja, dat klopt. Als ik nog een vaak afwezig ben, vandaag naar Remco, maar... Yep, oké. La 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 la. Vraag gewoon naar Remco hoe vaak ik... Hij vraagt hem op te nemen dat ik dat gewoon niet kan. Vaak! Heel vaak! Ja, ik moet gewoon veel trainen. Ik heb een druk bezet leven. Ja. En dan heb ik nog niet eens een vriendin. Nou, die gaat het ook niet tegenhouden, dit. Nee. Anders krijg je echt een schop om je hol. Je weet toch niet waar ik woon. Bodemgraven. Oh, vraag maar aan Marianne, die weet het trouwens wel. Ja, een bodemgraven. Ja, bodemgraven, niet bodemgraven. Zou ik voor jou eens een keer een bodemgraven? Ja, als ik tussen zes plankjes moet liggen wel, ja. Nou ja, dan ligt dus... Ik ga dus niet naar mijn bodemprins. Dan lig je wel tussen zes plankjes, alleen dan ben je wel dood. Dan leef je alleen nog wel als tussen zes plankjes ligt onder de grond. Okay. Kijk hoe lang je het volhoudt. Hey, bakker, kijk eens hier. Ja, dat gaat niet even moeilijk. Waar ben je? Ik ben even gestopt met ademen, tijdelijk. Gangpad 2. We hebben een dooie in gangpad 2. Wilt iemand hem komen halen? Onderweg, meneer. Nee. Ik vind je dood. Ik loop alleen tegen de deurpost staan. Helemaal niet hard. Gangpad 3, nogal dood, hè? Maar dit hoef ik eigenlijk niet eens te doen. Maar ik heb gewoon de onderdelen nodig even op het moment. Oké, geen deurpost raken. Deurpost. Nee. Deur rustig aan dicht doen. Normaal naar beneden lopen. Nog wat meer normaal. Nog wat meer normaal. Ben beneden. Nu geen gekke dingen doen. Wat is dit? Het spookt hier. Nee, dat is de projector. Ik vind het eng. En zoals je ook, normaal als ik gewoon een beetje dicht tegen aan zou vliegen. We kunnen ook films gaan kijken, dus. Kan je het best zeggen? Toink, je kan het best zeggen. Toink, 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 toink. Neuk? Waarom kan ik... Ik zie hem wel, maar ik kan hem niet maken. Wat een neuk. Ik kan er doorheen vliegen. Toink, toink. Ja. Oké, ik vind het eng. Ik bel je zo. Waarom kan ik het niet maken? Houston, we have some technical problems. Call engineer. Ik wil hem maken. Waarom laat hij me niet maken? Ah, hij laat me niet maken. Dat is stom. Why not? Dat weet ik niet. Aha. That's really interesting. Ja, dat vind ik dus ook al. Ga jij nog een Engels kanaal beginnen? Nee toch? Nope.
Even kijken, ik ga wat anders. Ik ga iets proberen. Hoe lang zijn we eigenlijk al bezig? Niet lang. Niet wel, toch? Nee. Wat kan ik doen? Ik loop een beetje dom in. Wow, doei. Moet alles even de bovenkant eruit, inderdaad. Oh ja. Yep. Ah, scheisse! Ik vergeet dat ik mijn helm vergeet op te doen. Deze dingen zijn er niet voorzien van lucht. Oh. Lekker slim, hè? Eerst even kijken of dit wel werkt. Nope. Wat is... Oké. Ik moet denk ik even gaan werken aan bepaalde onderdelen. Blijkbaar heb ik dus wel toch wat probleempjes hier. Maar echt heel raar, want ik heb dit uitgeprobeerd van tevoren en toen deed hij het gewoon. Dan heb ik voor niks blokken weggesloopt. Nou ja, we moeten dan andere dingen hier ook nog heen krijgen, dus ja. Ja, precies. Goed bezig, Remco. Trots op jou. Oink. Pas net zal deze tussen de deur. Oh ja. Helm, Remco. Helm opdoen. Wat kan ik doen? Ik vind het niet leuk. Ik pas tussen de deur. Yes. Jee, maar val jij ons even met de deur naar huis. Ja, echt hè? Ja, we kunnen ze ook gewoon mollen in schepen. Auw, mijn knietje tegen de deur van mijn kast. Ja. Mensen, ik ga dit even uitzoeken wat hier het probleem van was. En we zijn zo bij je terug. Na de reclame. Na de reclame. Dit hele mooie reclameblok. En daar zijn we weer, lieve mensen. We hebben even wat dingen uitgeprobeerd. En het bleek achteraf dat het toch belangrijk is om een pootje hieronder te hebben zitten. Ja, heel belangrijk. Dus die gek spel. Dus we die hebben hopelijk hebben jullie trouwens wel genoeg van de reclame. Want die was echt geweldig, de reclame. Ja, ik vond hem echt geweldig. Dat was zo'n hele leuke beat. Zo'n van boom, 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 zo'n boom, boom, boom. Zo'n disco beat. Ja, echt zo'n beat, jongen. Zo'n van ding, 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 ding. En zo met al die lampen zo aan, uit, aan, uit, aan, ja. Uit. Je ziet alleen niet omdat heb je er ook een schakelaar voor? Ja, er is ook een schakelaar voor. We hebben er overal een schakelaar voor. Oh. En maar nou komt het belangrijkste, hè. Heb je helm op? Ja, nou, ja. Heb je helm op? Ja, dat kan. Ja. Yeah. Het ziet er alleen zo achterlijk uit, want bij jou ziet er ook echt zo'n bug. Ja, bij jou ook. Ja. Dat is je Batman. Ik zet trouwens wel even dat ding daar dichten. Andere kant. Oh, ja. De deur daar dus sluiten, want ja. Ik kan het allemaal doodleuk zo gaan doen, dan heeft alleen geen zin in. Want... Nou, te laat. Het wordt al gedaan. Nou, ik zet die andere ook wel even aan. Nou, wacht. Ja, ik kan die deur wel dichten. Mensen, we zijn hier aan het cheaten. We zitten in creative. We zitten even tijdelijk even snel in creative. Ja. Omdat we... Met dit technische probleem dus even snel op te lossen, wouden we het in creative. Het leven gaat niet altijd over rozen. Nope. Nee, dan eigenlijk als we toch in creative zitten, dan... Bam. Hup. Fuck de lucht. Alles trilt. We hebben toch geen lucht nodig. Toch creative. Ja, nou ja, je kan gewoon je helm afdoen. We kunnen zo onze helm even afdoen. Ik voel er helemaal niks van, jongen. Nee. Doe je helm eens op. Blup. Je ziet echt Batman vleugels. Look at me, I'm flying. Ook echt serieus. Oké, ik vind het eng. Ik ken nou aan of uit. Hey, maar mensen, dit was even voor deze keer. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ja. Ik vond het weer ouderwets fantastisch. De volgende keer gaan we gewoon even laten showen van hoe dit model in zijn hele mooie werk gaat. Ja. En ja, we hebben ook nog wat andere modellen. Ik heb zelf nog wat andere modellen ook zelf gemaakt. Ik kan ze wel even... Ik kan niks maken in dit spel. Nee. Maar ik wil even sowieso nog een ander model laten zien die ik ook heb gemaakt. Die we de volgende keer sowieso gaan maken. Dus blijf hier sowieso voor kijken voor de mensen. Ik zal deze morgen even... Ik moet even deze morgen... We laten jullie nieuwe spanning achter. Da-na-na-na. Ik laat ze even de boor weg. Dit is de 2.0 toolship, weldership. Maar ja, voor de rest ga ik er verder niks over zeggen. En zien we jullie gewoon de volgende keer op dag 30 gewoon weer terug. En dan precies. Met nieuwe spanningen. En ja. Keep it real, keep it Dutch. En we zien jullie graag later. Later. Doe je helm eens af. Krakaka.
Later. Later.